Lekker om te gesels met die uitvoerende hoof van Belgium Campus, Enrico Jacobs. Baie welkom by Pretoria FM. Baie dankie. Goeiemôre almal man. Vertel ons bietjie meer van Belgium Campus se IT University. Uh, Belgium Campsite IT University is een uh, privaat uh, tertiaire onderwijsinstantie, wat geregistreerd is bij het de departement van onderwijs. En ons is ook uh, geaccrediteerd bij de Council van Higher Education. En ons biedt eigenlijk net uh, computerwetenschap of uh, uh, IKT-kwalificaties uh, uh, aan. Mm. Uh, in uh, bijvoorbeeld uh, cybersecurity, artificial intelligence, data sciences, uh, machine learning, software engineering, so. al dat typen goed, ja. En beschrijf je opvoedkundige aanbiedingen? Zo, so, Wat eigenlijk uh, bijna is, is bij ons, is dat uh, ons kijken uh, naar naar die toekomst. Um, het is belangrijk dat je die mensen recht maakt voor die toekomstige wereld. Die wereld is bezig om te veranderen. Die vierde industriële revolutie, wat bezig is om aan te gaan. En je ziet: dit is overalste. Mm. Dit is in landbouw, dit is in onderwijs, dit is in held in, dit is in die financiële wereld in. So, het is belangrijk dat al die opleidingen wat je aanbiedt. Die studenten eindelijk klaar maken voor die toekomst. Zo, so, je moet eigenlijk kan samenwerken met die studenten. Je moet die student erkennen als iemand wat kennis kan uh, creëren, kan mm. uh, maken. maar ook. Je moet hulp recht maken voor die werksplek. Natuurlijk. Zo, ons werk bijzonder met die industrie. Ons werk bijzonder met die studenten. En ons probeert talent en passie te bevorderen. Mm -hmm. En ons doen dit op al onze cursussen. Zo, ons heeft bijvoorbeeld uh, één jaar cursussen. Wat door die MICT-CITA mm -hmm. geaccrediteerd is. Dan heeft ons zo'n drie jaar uh, diploma. Wat in infrastructuur, zoals cloud applications, uh, cloud engineering. Uh, Dat type goed. Of mobile en web applications development. Ons zit dan een driejarige graad op NQF vlak 7. Mm -hmm. Wat in software development is. En dan heet onze vierjarige graad, die Bachelor of Computing, waar je dan ook al die andere lekker goed krijgt, zoals machine learning, artificial intelligence, software engineering. Mm. Um, wat ook bij interessant is, is dat uh, onze studenten werken samen met andere universiteiten, yeah. hier in Zuid-Afrika, maar, maar ook ORC. En ons heeft voor al onze studenten uh, mobiliteitsprogramma's, so waar hulp kan samenwerken met die studenten en professors. Van Penn State bijvoorbeeld, van Melbourne, van KU Leuven. KU Leuven is bijvoorbeeld die derde uh, universiteit in die wereld op uh, innovatievlak. En onze studenten kan met hun samenwerking voor al die verschillende opleidingen ja. rond innovatieprojecten. Zo ons kijk rechtig naar hoe kan ons die passie van die student bevorderen. Mm. En eindelijk willen laat doen wat we willen graag uh, wil doen. klinkt voor mij baie goed. Kan studenten nog steeds inschrijven bij jullie? Of wanneer sluit je de aanzoeken? Ja, so, uh, ons aanzoek staan op uh, voor 2020. Uh, ons zit ook uh, blijplekken voor onze studenten. Ons zit kosthuizen. Ja, dat is so, wat ik net nou wil vragen. Ja, ja so, ons zit uh, studenten wat, uh, van bijvoorbeeld Limpopo komen, of van uh, Noordwest komen, mm. of in Pumelanga en zo so aan. Ons zit drie campussen. Ons zit die campus in Pretoria, wat uh, ons hoofdcampus is. We zitten dan ook een campus in Kempton Park, uh, bij die luchthaven. En ons zit ook een keer in Port Elizabeth, nou, bij die strand en oh, die soccerstadium. Ja. En die aanzoek is stands op. So, uh, mensen kunnen naar ons webverf toe gaan: wat belgiumcampus.ac.za is. Er is een aanzoekvormpje daar, zo, of uh, we kunnen ons net uh, een luikje geven en. Uh, Net bij onze draai kon maken en uitvindt mm. wat ons precies aanbiedt. Wat maakt jullie anders of Belgium Campus anders als andere in, uh, instanties of potentiale instanties? Kijk, zoals ik het gezegd, is Baer belangrijk dat je kijkt wat gaan aan in die wereld. Uh, een rapport van de World Economic Forum bijvoorbeeld mm. heeft aangeduid dat 133 miljoen nieuwe werk geschept wordt door heel die wereld. Je ziet, ons studenten wordt gezoek. Ons werk samen met 75 maatschappijen lokaal, hmm. wat ons studenten komt werven. Van hulle jouw studenten is klaar. Hoe kom is ons studenten klaar? Ons is niet net bezig met handboekonderwijs, nee. Ons werkt baie met projecten. Ons werkt baie samen ook met die gemeenschap. Die gemeenschap is baie belangrijk voor ons. Kijk, de universiteit moet onderzoek doen, moet kennis oordraaien. Ten gunste van die gemeenschap. Maar wat je een keer ziet bij die universiteiten en andere tertiaire onderwijsinstanties is, die drie is niet met elkaar verbinden. Zo, mm. so, ons laat die studenten onderzoek doen. en laat kijken hoe kan ons het valoriseren in kennis, maar ook in producten. Zo, so, werk samen bijvoorbeeld, heel heet nou. Uh, een onderzoeksproject krijgen? en wat willen uh, nou samen met die Vlaamse oorheid uh, doen. 1 miljoen euro in diepsloot. In Soweto sure. in. En waar hullen rond aquaponica? Mm. Samen met de dochter hier van uh, Afrikaanse meisjes, hoor. Uh, rond dit gewerk, IT rond dit ontwikkel. Sure. En dit wordt nou ingezet bij gezinnen. En dit geeft bijvoorbeeld uh, vars uh, groenten elke dag. één keer een week vis. En daar zie je dat dan eindelijk onderzoek eindelijk uh, ingekanteld wordt in kennis en in uh, producten. Hmm. willen werk sure. werken aan vliegtuigen, willen werken aan buy buy goed. En dit is eindelijk anders. Hè. Dit is niet die traditionele handboekonderwijs hmm. wat je eindelijk krijgt. Klinkt die, voor mij buy uh, praktisch Halen ja. nu met een Engels hands-on. Hands-on. Yeah. Uh, dat is belangrijk. Maar ook, weet jij, je wil jouw student heen, dat hij een verband kan maken van hoe wordt IKT vandaag eindelijk gebruikt. Yeah, yeah. Waar vindt het zijn toepassing? Want baaien van die mensen gaan in SWAT en zwaaien. En Hulle weet eigenlijk niet wanneer Hulle de studie zit klaargemaakt. Wat moet ik nou eindelijk aanzoek voor gaan doen? Wat mm. kan ik nou doen? En Hulle werkt nou met hier die industrie samen. Ons werkt bijvoorbeeld ook met Boeing en Lockheed Martin samen. So. Hulle heeft gewerkt rond die Mars Rover bijvoorbeeld. En dan zien Hulle van: oh wauw, ik kan hier die goed eindelijk gebruiken. En Hulle gebruikt het eindelijk tijdens hun studie. Zo mm. so Hulle verwerft niet net die, die kennis, maar ook al die skills wat je eigenlijk nodig hebt om in die professionele wereld in te stappen. Het is ongelooflijk interessant. Laatste vraag, je ik het daar aangeraakt, maar hoe is gemeenschaps- en volhoudbare praktijken voor jullie belangrijk? Kijk, uh, die wereld verandert. Ons heeft die Sustainable Development Goals, wat door de Verenigde Naties bijvoorbeeld herkend is geweest. Um, er is een baie groot verschil tussen arm en rijk. Die universiteit heeft een belangrijke rol om te spelen, hmm. om eindelijk die, die regio de help mee ontwikkeld. Kijk, wat is die zwaktes, wat is die sterktes en wat is ons bijdrage dat ons eindelijk ook uh, die rechte mensen, die rechte competenties ontwikkelt. Dat is, één. Die tweede is, uh, je ziet bijvoorbeeld, ons zit die grootste dove gemeenschap uh, op die campus bij ons, ja. ten opzichte van al die andere tertiaire onderwijsinstanties in Zuid-Afrika. Zo dus ons wil niemand niet achterlaten, niet. ons mm. zei, allemaal moeten kans krijgen. En ons kijkt dan ook in onze producten of in onze uh, onderzoeksprojecten wat onze studenten doen. Hoe kan ons dit eindelijk gebruiken ten dienste van die gemeenschap? Bij mm -hmm. onderzoek wat je doet, als je je meesters doet, als je je dokters doet, doe je onderzoek. Maar wat gebeurt met dat onderzoek? En wat je eindelijk ziet, 98% van die onderzoek wat je doet wordt, krijg je de navolging niet. Het gaat net in de bibliotheek in ja. en je kan het gaan lezen. Terwijl eindelijk in diezelfde asem, awesome, zeggen van. Oh, Hou het bikje aan, hoe kom ga ik niet iets doen met dit? En eindelijk dan ook een product maken, wat je dan ook op die markt kan brengen en dat ik ook een maatschappij mee kan stellen. Mm. Ongelooflik interessant. Gaan kyk by belgiumcampus.ac.za. So as jy nou nog nie weet wat jy wil gaan studeer volgende jaar of jy weet van iemand wat volgende jaar wil gaan studeer, gaan maak 'n draai by Belgium Campus, gaan kyk, gaan vra die vrae, gaan besoek hulle webtuis. Ek gee dit weer vir julle, dis belgiumcampus.ac.za. Gesels dan met Enrico Jacobs, die hoof uitvoerende beampte van Belgium Campus. Baie dankie dat ons kon gesels. Sterkte vir die res van die jaar en voorspoedige nuwe jaar. Bye, danke. Tot ziens.